Klaar voor de eerste volgende game van deze beste 3. Ja goed, we gaan vanavond. Het zijn wat issues met de stream. En als het goed is, is nu alles opgelost. We hebben in ieder geval een kleine testrun gehad. En het zag er nou allemaal goed uit. Dus laten we het hopen. Want ja, we willen geen slideshow van de game. Maar goed, er staat dus 1-0 inmiddels. En die is in handen van Emcon. Die na de lange game uiteindelijk wel de overhand wist te krijgen. Mede door de Jax, denk ik wel. Ja, grotendeels door de Jax, denk ik inderdaad. Sebs met een hele goede performance vorige game op de Jax. Ik ben eigenlijk benieuwd of Doran's Alpha deze pick nu open gaat laten. Of dat ze hem toch in de eerste rotatie al eruit gaan halen. Daarnaast natuurlijk had Emcon een vrij scalende comp. Ook Kog'Maw, Syndra, Jax. Ja. Inderdaad, aan de kant van Doran's Alpha was het toch iets minder goed gedraft op die manier. Ik ben benieuwd wat ze aan hun draft gaan veranderen. We zien in ieder geval de Galio-ban. Natuurlijk, zoals we al aangaven, een contested pick op deze LAN. En ze kiezen ervoor om de Jax toch open te laten. Ja, dus misschien dat ze hem zelf willen pakken. Zou een optie kunnen zijn. Ja, wel interessant inderdaad dat ze hem niet wegbannen. Ik had het wel verwacht eigenlijk. Ik ga toch even kijken op de OPGG van Fjeder Forklift. Of hij... Dat is een first pick in ieder geval niet. Nee, inderdaad, dat was Xayah. Dus Xayah wordt hier opgepakt voor Sliver. En Rakan wordt weggepikt door Emcon, vermoedelijk. Want natuurlijk vorige game Sliver op Caitlyn. Ook daar inderdaad vrij goed gedrag van Emcon. Er waren eigenlijk geen AD carries meer over. Nee. Ze hadden Kog'Maw gepikt. Xayah en Kalista waren band aan de kant van Doran's Alpha. Mm-hmm. En toen had dus inderdaad Emcon, ik geloof, Sivir en Tristana weggeband. Dus toen bleef er eigenlijk niet dus heel veel meer over. Alleen Twitch en Caitlyn, ja, zoals we aangaven, is Sliver niet de grootste Twitch-player. En we zien dat Donnie hier toch voor de release neigt. Ja, hij lockt hem ook in. Dus deze keer hij degene op de release. Ik vraag me af waar Deco mee zou komen dan. Vorige game ging eigenlijk best goed op de release. Alleen ja, goed, richting die late game is het wat lastiger. Ja, je hebt nog steeds je cocoon, maar ja, de damage output is niet al te groot. Je hebt een klein beetje burst nog, maar waarschijnlijk niet genoeg. Misschien laat het even hangen. Ze pakken in ieder geval voor nu de Alistar op. Opnieuw. Hè? Dus ja. Ook vorige game. We zagen in ieder geval vooral early game dat Atrocious heel veel plays kon maken in de botlane. Hadden ook een aantal kills op Konyo en op Nightmares. Dus ja, logisch dat ze die champion opnieuw inlokken. En de vraag is nu inderdaad wat ze als derde pick gaan zien voor de jungler. Ik verwacht zelf een KZX. Ik ben benieuwd of Dirk hem ook voelt. Ja. We gaan het binnen 4 seconden meemaken. Kragas, opnieuw een flexpick. Kan ze wel top als jungle gespeeld worden. En daar zien we dan wederom de Jax. Direct ingelogd. En ja, nu kunnen ze rustig wat toplaners wegbannen. Correct. Als het moet. En ja, ik vraag me dan wel af. Ja, is dit de juiste beslissing geweest van Doran's? Of hebben ze misschien zoiets van. Oké, goed. We hebben wat fout gemaakt vorige game juist. En is dat de juiste beslissing geweest? Of ja, in principe is Kragas wel goed into Jax. Ik had toevallig met MKE gesproken. Natuurlijk ook een ervaren toplaner. Ja. En hij gaf aan dat een van de grote counters van Jax wel die Kragas is. Dus misschien dat ze hem inderdaad naar de toplane gaan plaatsen. Maar misschien heeft Fjeder ook een andere aparte pick die hij gaat spelen into Jax. Ja. Ja, voor nu verwachten ze dat in ieder geval niet vanuit Emcon. Nor weggehaald. En daar verdwijnt ook de Cannon. Ja. Terwijl... zojuist aan de zijde van Doran's weer de carries aan het weg binnen zijn. Dus ja, ik denk eerlijk gezegd dat voor Konyo niet heel erg uitmaakt. Nee. Want zijn champion pool is gewoon, volgens mij speelt hij alles wel. Ja. Dus hij zal er niet altijd veel moeite mee hebben. Vraag me af of hij de Twitch in gaat lokken. Dat is natuurlijk een champ die vrij hard kan carry. Ik ben benieuwd of hij het aandurft. Met Alistar is het wel vrij tricky. Ik kies hij toch voor de wat zevere Varus. Oké. Dus ik verwacht inderdaad, dus de vraag is nu, is Kragas een flex, waar gaat hij heen, top of jungle? Ze zouden eventueel ook midden hier kunnen pikken. Ah, eigenlijk moeten ze inderdaad beide champs nu lokken. Ja. Dan hadden we de counterpick over op Furui. Ja, ik ben wel een beetje nieuwsgierig naar wat nou de toplaner gaat worden. Of dat dan toch die Kragas is. Wordt het Darius? De Wipo 2.0 of ja... 0.2, denk ik dan eerder. We hebben natuurlijk ook, volgens mij was het tijdens FOM gezien dat Wipo dezelfde matchup speelde tegen Dino toen. Wipo op Darius en inderdaad Dino op Jax. En dat ging er niet heel goed aan toe voor Dino. Dus misschien dat Fader hetzelfde gevoel heeft. Oh, kies dat toch voor de Malphite. Durf het niet aan. Oké. Okay. Het is toch een beetje een pussy move zou je kunnen zeggen. Maar Malphite natuurlijk...
Ja, niet de meest interessante champion. We hebben in ieder geval wel één keer meegemaakt. Dat was volgens mij tegen een goalteam. Die hadden hem ook gespeeld. En dan zien we Victor. Ook een champ die niet... Wow. Slag geleden. Nog niet eens gezien op deze land volgens mij. Nee. Dus ik ben benieuwd wat Voerder daarmee gaat doen. Right, dus we hebben heel veel veranderingen deze, tijdens deze pick and ban in ieder geval. Verrassingen die er tussenuit springen. Ja goed, de Victor en de Malphite denk ik in ieder geval als laatste champions die we dan zien. Ja. Die toch wel verrassen. De Varus misschien ook wel een beetje. Hebben jullie die al eerder gezien? Ik in ieder geval nog niet. Maar... Ik heb Varus nog niet gezien, nee. Deze land niet. Nee. Niet eerder in ieder geval. En het is misschien wel een beetje een risico. Maar als we nu kijken naar het team wat Doran heeft gedraft. Ze hebben de Malphite, ze hebben de Gragas, ze hebben de Alistar. Die kunnen allemaal makkelijk bij Varus komen. Mm. Dus ja, de escapes die Konyo heeft, ja goed, zijn flash en that's it. Klopt. Dus ik hoop dat dat genoeg is voor hem. Wat zijn voor jou op dit moment een beetje verwachtingen? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik de kom van Dorns wel vrij sterk vind. Ze hebben eigenlijk drie tanks in de frontlijn en daarachter twee high damage dealers die ook nog eens goed in de late game scalen. Waar we dus net zagen dat hun comp in de late game toch een beetje damage lekte, zien we dat ze dat nu toch hebben aangepast. Dus zowel Cassiopeia als Xayah zijn late game vrij sterke champs. Aan de kant van Emcon, opnieuw inderdaad een agressieve comp. Ik denk dat ze de game niet al te lang willen laten verlopen. Ze hebben heel veel cash potential met de Elise, Cocoon en inderdaad met de Varus ult. Dus ik ga ervan uit dat ze daar gebruik van gaan maken. En opnieuw dus Seps op Jax, die in de vorige game een hele goede performance daarop heeft gehad. Ja, ik vraag me af hoe dat nu zal verlopen. We hebben nu de Malphite tegenover. Wordt wel gezien als zijn een soort van een counter. Ja. Maar over het algemeen zien we gewoon dat de Malphite nog steeds wel tijdens laning phase wel zwaar heeft. Maar je hebt wel de attack speed reduction wat ontzettend veel helpt. Mm-hmm. Hoe verwacht je dat die toplane matchup gaat? Nou, ik verwacht dat als Malphite zijn Brumbles vest heeft. Ja, zoals ik net al aangaf in de vorige matchups. Inderdaad, het is een zo goed item momenteel. Voor 900 gold, je hebt armor, je hebt inderdaad die heal reduction. En je hebt ook damage die Jax zelf krijgt. Dus op het moment dat Malphite dat item heeft gehaald, verwacht ik wel dat hij... Dat hij in ieder geval de lane gaat overleven. Ja, eventueel met gank zelfs. Met Gragas. En dat is ook het. Is Jax heel, heel goed te killen. Duidelijk. Dus we wachten nu nog even een aantal minuten. Vorige keer nog opvallende dingen meegemaakt? We zagen eigenlijk hoofdzakelijk dat. Mijn geluid is een beetje vervelend aan het doen. Ik zal heel even. Volgens mij is het nou wel beter. Yes. Maar we zagen vorige game natuurlijk voornamelijk dat eigenlijk Doran degene waren die de plays maakten. Vooral tijdens de early to mid game. En op een gegeven moment liep het gewoon de verkeerde kant op. Want Sept was aan het scalen. Ze kregen die Baron. Ja, dat was eigenlijk de turning point. Turning point voornamelijk. Maar ik denk nog steeds dat... Ja, als Doran de Baron had gehad, dan hadden ze misschien voor een inhibitor kunnen pushen. Maar Sept was nog steeds een issue. Ja. En ik denk dat ze daar... misschien nog steeds tegen hadden kunnen verliezen. Het is altijd moeilijk om te gokken, maar... Klopt, het is eigenlijk heel snel neerwaarts gegaan voor Doorns af vorige game. Natuurlijk zagen we dat ze binnen, als het 8 minuten hadden ze in ieder geval alle oude towers al neergehaald. Hele goede, vooral in de early game goede rotations, want we hadden het nog over dat ze normaal gesproken in de early game juist een beetje struggelen. Niet heel veel productieve plays opzetten, maar dus inderdaad, zoals we al zeiden, met de constant atrocious zien we dat daar zeker verschil in is ontstaan. Waarna ze toch inderdaad voor een greedy invade gingen een beetje in de topside jungle van Emcon. Emcon ace daar, volgens mij 4 kills inderdaad, Atrocious bleef leven, pakken daar de Baron uit. Volgens mij 3 towers, een Drake en dat is die 4 kills. Ja, en toen was het eigenlijk al te laat voor Doran's om daar echt een verschil in te maken. Ze hadden nog een paar goede catches in midlane, maar tegen Jax die 3 levels voorloopt op een Gnar met 4 items, dan op een gegeven moment houdt het op. Ja, de manier waarop de eerste in-hub al viel, toen had ik al zoiets van oké, er is al een probleem. Toen was hij in de toplane, toen zag je, hij rotate naar bot. Toen pakte die 1-2-3 geloof ik nog een kill op. En kwam nog weg. En kwam er weer weg. En wat wil je dan nog gaan doen? Ik bedoel, het is gewoon bijna niet meer te houden, denk ik, op dat moment. Nou, maar zoals je ziet, we gaan even over naar de loading screen. Ik kan er gelijk even nog wat zien over de... Masters. Ja, Keystones. Ja. Opvallendheden, Cassiopeia, Storm Raider zou eventueel... op zich, ik speel niet genoeg midlane om daar uitspraak over te doen. Dus we wachten heel even tot we de game ingaan. Ja, dus hou ons even op de hoogte over de stream quality. Wij denken dat het opgelost is. Ik zal de chat gelijk even openzetten. Madde Piet op top, wordt er gezegd in de chat.
altijd leuk om te zien, die champ. Eens even zien. Alright, maar goed, we zijn er wel klaar voor. En we gaan zien hoe deze match gaat verlopen. En of we nog wat cheese tactics gaan zien. Misschien dat door ons wat wel uithalen. Want ze denken van ja goed, we liggen achter. We hebben even iets nodig om deze game te pakken. Ja. Maar ik verwacht het eigenlijk niet. Het is niet iets wat we gewoonlijk nog zien. Ja, ook, ook vaak omdat je het voordeel wat je eruit haalt. Ja, de kans is zeg maar klein dat je een kill pakt. En als je het doet voor de vision control, dan de tegenstander ziet het vaak. Gaan ze zelf voor een invade, krijgen ze zelf vision control. Dus je trade equal. En exact. Het is alleen maar risico wat je neemt. Ja, dus ik ga ervan uit dat ze opnieuw met de Alistar rond botlane die plays gaan forceren. Dat zagen we in ieder geval vorige game dat het goed voor ze werkte. Dus ik ga ervan uit dat ze dat gameplan op zich wel aan gaan houden. Kraken is natuurlijk vooral early een hele goede ganker. Elise daarentegen ook. Maar ik denk dat het vooral een botlane gaat spelen in de eerste paar minuten. Ik ga ondertussen even kijken wat er aan de andere kant van de bracket is gebeurd. Ik begreep dat Echo Zulu nu tegen F9 speelt. En volgens mij stond Echo Zulu een beetje achter qua kills. Dat is in ieder geval het laatste wat we zagen. Ik geloof dat het was even 4-4 geloof ik. Maar het was niet misschien ditgene wat je verwacht. Het was een goal die inderdaad voor Vliegandel Vliegandel 9 in het geval. Voor de rest inderdaad Sector 1 heeft Vliegandel 9 verslagen vandaag. Die zijn de eerste die in de semifinal staan. Dus zij kunnen nu even uitrusten. Na deze game moeten ze nog één potje spelen. En dan hebben ze even de tijd om bij te komen. Eventueel wat slaap te pakken. Ja. Ik weet niet hoeveel uur ze vannacht hebben meegekregen. We hebben daarnaast volgens mij geen game sound. Nee, dus inderdaad. Dat door onze technicus even zou... Misschien dat mijn settings wat zacht staan. Het zou goed moeten zijn. Kan worden opgepakt, dan wordt dat zo geregeld. Maar goed, we gaan het even zien in deze matchup. Doans moet natuurlijk winnen. Willen zij nog kans maken om in de winner bracket te blijven. Terwijl we hier dan direct een gate zien van Nightmares bovenop Sliver. Die heel veel damage krijgt van Konyo. Konyo die zorgt dat de trade in ieder geval goed verloopt voor hen. Terwijl Seps nu gaat voor kleine trade tegenover Verklift. Verklift kiest er toch voor om voor de cloth armor met refillable pot te gaan. Dat zie je niet heel vaak hierbij. Normaal toch de Doran Shield of ook inderdaad de Corrupted Potion. Maar heeft blijkbaar iets. Misschien wil hij toch eerder die Brambles Vest rushen. Dat is in ieder geval een manier om het te doen. En voor de rest weinig opvallendheden. Wat wel opvalt is dat Nightmares de Refillable Potion verkiest boven de koekjes. In principe moet ik even nadenken welke Mastery die dan zou runnen. Mm-hmm. Maar als Challenger Sport heeft hij daar vast zijn eigen redenen voor. Oh, terwijl Donnie zien we hier voor een agressieve invade gaan. Oh, terwijl de cam switcht. Ja, Dirko die daar al aardig low is dankzij de Gromp. En Donnie die hem gewoon wegboeliet uit de jungle. Ja. Is nog niet helemaal zeker van zijn zaak, zien we wel. Hij durft nog niet helemaal zelf voor te gaan. Maar... En aangezien Dirko net alleen zijn blue buff heeft gepakt, zou Donnie moeten zien. Dus dat is waarschijnlijk gelijk ook informatie die hij naar zijn team speelt. Dus we weten in ieder geval dat Gragas nu waarschijnlijk naar de bottomside jungle gaat. Als het goed is, zou botlane daar rekening mee moeten houden. Nou, we horen net van onze regie dat game zou niet daar het probleem met zijn. Dus we schakelen heel even over. Nou, we hebben gewoon sound aanstaan hier als het goed is. Yes, misschien in game nog iets luider zetten. We horen wel een muziek in de achtergrond. Misschien is de audio output zelf niet goed. Dat zou nog kunnen. Maar ja, goed, voordat we daar allemaal aan de settings meteen, gaan switchen, dan... Dan kijken we er zo meteen even naar. Dus er worden wel wat getraind. Onze regie gaat het even uitzoeken. Komt het zo meteen wel goed. Voorlopig nog geen kills gevallen. Er zijn wel aardig wat battles en trades back and forth. Ja. Waaronder natuurlijk in die toplane. Ja, dat is wat te verwachten. Seps die gaat proberen wat te boelien. Ja. Lukt hem. Volgens nog niet heel erg goed, maar... Dus in ieder geval dat het dan een stuk beter gaat voor Verder Forklift deze keer in de toplane. Vorige game was hij rond deze tijd al 1v1 dood gegaan. Dus we zien dat de Malphite pick toch wat beter bij hem past. ik durf niet te zeggen. Ik weet het niet. Ik denk het niet. Volgens mij vindt hij persoonlijk de Malphite niet heel erg leuk om te spelen. Als we de game winnen, ik denk dat hij daarvoor komt hier naar de hele team natuurlijk. Om zo hoog mogelijk plek te pakken.
Gaat hij toch voor een agressieve trade? Gaat het nou dan even tot de andere kant op deze game? Agressieve flash voor Fjordur, maar daar flasht ook Sebs weg. Komt verder niks. Uit, terwijl we hier ondertussen Atrix zien gaan op Konyo. Krijgt dan een stun. Sliver probeert zoveel mogelijk damage te traden. Exhaust nu ook gebruikt. Daar een hele goede route. Heal nu gebruikt om Konyo weer leven te houden. Sliver moet nu wegrennen. En nu is de Adastar nog steeds daar in de frontline. Doet zijn best. Gaat kijken of hij wat kan doen. Atrix komt niet in range, maar krijgt dan wel de stun daarop. Nightmares. Nightmares gaat dood. First Blood is daar in handen van Sliver. Sliver gaat nu achter Konyo aan. Die alleen nog maar zijn barrier over heeft. Probeert misschien wat te beten nu. Daar is dan die barrier. En de finisher komt er niet. En daar is Zed vanuit de backline. Heel goed met zijn teleport. Zal gaan voor de double kill. En krijgt hij ook. En daarmee weet hij in ieder geval de play van Dorans gewoon te denaien. En hij pakt het weer terug. Hele goede teleport van Sebas. Inderdaad zag dat Fjordur naar toplane teleporten. En maakt daar optimaal gebruik van om dus op botlane nu een dubbel kill op te pakken. En dit kan dus opnieuw herhaling worden van game 1. Dus, in ieder geval, ik moet eerlijk zeggen dat Sebas natuurlijk, ondanks dat hij niet per se als toplane main wordt omschreven, heeft natuurlijk ook een hele lange tijd midlane gespeeld. Toch niet alleen hier, maar ook in de ESL laat zien dat hij misschien toch bij de top van de Benelux wordt hierin. Speelt agressieve champs, liggen nu ook in de meta. Jax wordt nu vrij veel gespeeld. Ondertussen zit Donny in de lane, maar we zien dat Atrocious vanaf de flank komt. Gaan ze hier eens uit kunnen halen? Dit wordt wel interessant. Willen ze dan direct de botlane van Dorans nog verder afstraffen? En Donny zal wel even moeten wachten, want er is verder niemand in de buurt. Mist natuurlijk wel heel veel XP en tijd hier. Is nog level 4, waar aan Dirk aan de kant van Dorans al level 5 is. Even tijd, Konyo is er nu bij. We zien hoe direct dat Donny in positie moet. En daar is direct dan engaged. En je ziet Atrix die probeert Donny daar te blokken. Gooit hem de turret in. Maar er is natuurlijk altijd nog een escape mogelijkheid. En Sliver was al gevallen. En zo straffen ze dus daadwerkelijk echt die botlane af. We zien dat er wel wat movements bezig zijn. We zien dat Dirk is dan onderweg. En ook Muji is in positie om wat te gaan doen. Dirk werd daar gespot natuurlijk door die ward. Maar ik denk niet dat ze heel veel uit gaan halen hier. En daarmee wordt er wel de voorsprong weer vergroot voor het team van Memcom. Ja, dus waar we zagen dat in de vorige game Dorans Alpha vooral de lead pakt in de early game, zijn de rollen nu omgedraaid. En is Memcom degene die de agressieve plays in de botlane opzet. De druk gaat reden in de toplane. Eens even kijken. Zoals we al aankaarten, na Dorans Alpha natuurlijk tot deze serie is eigenlijk nog geen serieuze tegenstander gehad. Mochten jullie net intunen, de brackets inderdaad zijn gisteren bepaald welke seeding, welk team krijgt het in het toernooi. Dorans Alpha heeft twee series vandaag gewonnen. Eens even kijken tegen welke teams dat waren. Eigenlijk één serie hebben ze vandaag maar gespeeld tegen Rage Gaming. Volgens mij niet al te hoge ranks in dat team. En spelen nu dus de round 3, best of 3 tegen Emcon. En Emcon staat er 1-0 voor. De winnaar van deze game zou uiteindelijk tegen Sector 1 belanden. Ja. Sector 1 die met een aangepaste line-up naar dit toernooi is gekomen. Hebben Koski in de midlane, natuurlijk ex-LCS-speler. En hebben Kitty in de rol van AD Carry. En ook eigenlijk de favoriet gelijk daarmee van dit toernooi. Ja, absoluut. En dat wordt wel een zware pil, denk ik, voor degene die hier doorkomt uit deze best of 3 om tegen te spelen. Misschien dat het een eerste test is en misschien dat het wel een voorloper is van de uiteindelijke finale. Want één van deze twee teams is in ieder geval wel kanshebber. Emcon is zeker wel een sterke tegenstander, of zou dat moeten zijn zoals we nu al zien. Ondertussen zien we dat beide junglers zijn weg. Ja, Firklift probeert daar weg te komen met zijn ulti. Maar of in ieder geval hij probeerde wat te doen terwijl de jungler onderweg was. Met Dirker nu veel te laat bij het feestje. Probeert daar in ieder geval Sebs weg te gooien, maar Donny is nog steeds aan het chasen. En Sebs zit er nog achteraan terwijl Donny als hij dacht van laat me zitten. Inderdaad. Maar daarmee is er weer een kill gevallen. Ja, het gaat gewoon heel erg goed hier voor Emcon. En daar staat de ult van Konyo. Raakt Sliver heel netjes. Mooie knock-up. Sliver in problemen. Goede knockback van Atrix. Om in ieder geval hem nog wat aan een safe te houden. Sliver kite nu de andere kant op. Probeert hij Nightmares te killen. Terwijl Atrix langzaam Konyo neer gaat slaan. En Sliver heeft bepaald van laat maar zitten. Ik kom hier niet meer weg. Ja. Laat mij maar doodgaan. Duidelijk. 5-1 staat het nu al. Als die mindset gehanteerd zou worden, ik kom hier toch meer weg, dan is het niet heel verstandig om je heel daar nog te gebruiken. Een beetje zonde eigenlijk. In ieder geval heel goed ingezien van de botlane van Emcon inderdaad. Dus Konyo wordt level 6, waar Sliver nog level 5 is. Ze maken daar optimaal gebruik van door gelijk te engagen. Dus het lijkt op dat de botlane van Dorans Alpha toch vrij in de problemen zit nu.
Ja. Ben benieuwd wat Emcon hier verder uit gaat halen. Ja, de goal dit is nu 2000 in handen van Emcon. En ja, als we dit vergelijken met game 1. Game 1 ging ja, redelijk gelijk op gedurende lange tijd. Waarbij zelfs ja, volgens mij door ons Alfa zo'n 2K voorsprong gedurende de beginfase. Ja, en nu geven ze toch wel ontzettend veel weg. En dat vraagt toch wel een beetje om problemen. 2000 gold verschil nu al. Seps die al 2-0-1 staat. En gaat nu gewoon voor de all-in op Furklift. En denkt, ja goed, ik ben sterk genoeg voor de 1v1 Furklift. Of moet er flashen? Maar ja, de flash erachteraan van Seps. Nog één auto-tank heeft hij nodig. Pop zijn ulti voor het extra tanken. Dus, maar hij komt niet in range voor die laatste hit op Furklift. En zo hebben we een trade van Summoners. Maar ja, Seps die natuurlijk gewoon weer terug naar zijn lane kan. En de farm op kan vangen. En dan zien we eigenlijk dat Fjeder Forklift toch geen answer heeft op de jackpick van Seps. In game 1 en in game 2 had hij de counterpick. En in beide gevallen heeft hij net, toch moeite om de lane door te komen. Ja, en nu zien we daar dan Deco de Wilde de gank op zetten. Teleport is al gechanneld. Seps is onderweg en ook Forklift. En nu is de vraag, hoe gaat het verder? Ja, Seps die cancelt hem. Daardoor kunnen ze nu gelijk turnen en killen ze Nightmares. En de rest van het team van Emcon niet in de positie om te reageren. En helaas... voor hun geven ze nu een kill weg. De vraag is, wat gaat Doris hiermee doen? Gaan ze nu verder voor een turret? Willen ze misschien gaan voor die dragon? Ze lijken zich te richten op de turret. Maar ja, goed, genoeg waveclear vanuit Fury. Inderdaad, in ieder geval ja, een goede room van voeren inderdaad. Ondertussen heeft Sebas zijn teleport gecanceld. En doet aanzienlijke damage op de top lane tower. Zal waarschijnlijk wel onder de halve P vallen. Dus in ieder geval wel veel actie tot nu toe. Net zoals in de vorige game. Inderdaad wordt er gelijk early al veel gebruik gemaakt van de CC op botlane. Zowel Rakan als Alistar hebben natuurlijk heel veel manieren om te engagen. Wat me ook opvalt is dat Fjeder hier kiest opnieuw niet voor de Brambles Vest, maar gaat hier toch voor een MR item. Ik weet niet wat de beste keuze is into Jax. Terwijl Adrius en Sliver hier weer opzetten voor een gank op Konyo. Daar is dan wel Nightmares. Sliver die flasht naar voren toe om wat CC te dodgen. En daarmee krijgen ze de kill op Konyo. En ze kunnen niet echt verder doorgaan, want iemand is er onderweg. Daar werd Donnie. Wordt gelijk geëxhaust. Sliver nu in lichtelijke problemen. Weet er wel een mooie route te krijgen. En daar de flash weg van Donnie. Maar Nightmares met de finisher van de kill. Maar zal het toch niet overleven. Jawel, hij krijgt de dash weg naar Donnie. En Muji niet in positie om daar verder te gaan. Goed gespeeld inderdaad. Ja. Ik had het heel close daar. Ik had het idee dat de Nightmares inderdaad een aantal keer moest roepen naar de jungle of ze in de range konden komen voor de shield. Ja, en we gaan heel even kort wat switchen aan de audio settings zodat we gewoon geluid hebben. Het is een stuk fijne cast en ook voor jullie kijken waarschijnlijk. En hopelijk zal het dan opgelost worden. We hopen dat we net een beetje in een dood moment zitten van de game. We gaan het allemaal zien. Hij staat zelfs heel even pauze en we zijn weer terug. Dus nu hopen ze dat zometeen het geluid gefixt is. En wordt nog even wat gevraagd over of Ekkezoel heeft verloren. Ja, die hebben inderdaad verloren. Zit in de losers bracket. Wij vragen ons ook wel af hoe dat nu aan het lopen is. Of dat ze er goed uitkomen tegen F9. F9 inderdaad spelen ze nu tegen. De games worden momenteel gespeeld tussen Ekkezoel en F9. Ik ga even kijken. De winnaar van die game... zal vervolgens of tegen Triple Play Esports of tegen de loser van deze series uitkomen. Dus er komen leuke games aan, in ieder geval. Ik hoor wat, inderdaad. Er wordt druk gewerkt om het geluidsprobleem op te lossen. Door onze technici. In ieder geval is de lag van de stream wel verdwenen. Dat is natuurlijk ook een fijne... Hey Alex B. Welkom. Inderdaad, de brackets zijn ook te vinden op de website van The Reality. Terwijl we langzaam overschakelen naar de game. Helaas nog geen geluid. Want dus is er wel, wordt er wel wat summoners getraind. Maar dat krijg je dan allemaal zo meteen te zien. Ja, het staat vooralsnog 6-3, dus er is naar mijn weten niks veranderd. Maar er kan misschien snel verandering in komen, want Furklift wordt een beetje lastgevallen. Gaat hij voor de ult bovenop Seps? Denkt, ja goed, dan kan ik misschien mijn turret nog zeven. Maar dat lukt hem niet. Turret valt. En ook hij zal hier waarschijnlijk snel vallen. Want hij heeft geen flash meer. Probeert hij nog wat te doen tegenover Seps. Maar uiteindelijk pakt Seps mooi de kill op. Staat nu al 3-0-1. Ja, Dorans toch wel een beetje op de back foot nu. Zeker. Wat wil je gaan doen tegen een Jax? Die ligt bijna 30 sets voor. 3-0-1 in kills. Zal binnenkort zijn Trinity Force gaan voltooien. Ja, hij heeft al meer dan 2K. Dus dat zal geen probleem zijn.
En daarna ook nog een kill op 6 stacks. Hè. Dus als hij die. Hij zou, ja, ik snap dat hij nu recalled. In principe nog 6 stacks en hij heeft nog een extra 450 gold erbij. Dus het ziet er niet goed uit voor Doorns Alpha. Opnieuw eigenlijk een déjà-vu van de vorige game. Sebastian die eigenlijk nu nog eerder dan de vorige game een lead krijgt op Jax. En we weten allemaal hoe dat in de vorige game is afgelopen. Ja, wij zien Atris vindt hij een hard match, maar goed, die kan gewoon wegjumpen. Ze kunnen niet verder de play voltooien. En ja, Dirk heeft tot nu toe niet echt een impact kunnen hebben op de game. Of in ieder geval vrij weinig. Hij heeft 1 assist. Maar ja, Donny die duidelijk wat meer kill pressure heeft. Ja, Dirk legt dan wel 36 voor, maar ze verliezen te veel over de map heen. Ja, wat kan Doorns dit stadium nog doen om terug te komen? Nou, de enige, zoals we al in de Champions League aankaarten, dat hebben ze natuurlijk wel een vrij goede late game. Dus als het een 5v5 teamfight gaat worden, dan verwacht ik dat ze die fights wel kunnen winnen. Dus op dit moment is het inderdaad de resources zo min mogelijk kwijtraken, zeg maar. Ja. Fights het liefst uit de weg gaan. Het is niet erg om een tower te verliezen, zeg maar. Als je daarnaast ook nog 4 kills weggeeft en dan 2 towers, is het natuurlijk een stuk erger. Want op dit moment ziet het er niet naar uit dat zij fights gaan winnen. Als Cassio wat items heeft gefinished, Malphite uiteindelijk zijn tank items heeft afgemaakt, dan zou ik voor een fight gaan. Ik zie al pings vanuit het team van Doorns Alpha. Ze willen teleport play gaan opzetten op de botlane. Tenminste, daar lijkt het op, maar die voelen misschien al aankomen. We willen terug gaan naar base om wat items te kopen. Heel goed, inderdaad. Safe gameplay. Dus dan zien we een halve engage van Atrocious. Seps heeft ze kill gefinished. En is nu samen met Donny inderdaad in de topside vision aan het neerzetten. Gaan ze toevallig voor een midlane dive? Ze wordt wel druk gepinkt. Je zou het wel verwachten. En we zien nou de Red Hell die er gespand wordt vanuit de Wolves. Maar nu worden ze wel een beetje getrapt en worden heel mooy vastgezet. Daar is dan de engage. Donny is er aardig low. Hij zal vallen. Seps komt er dan wel vandoor met zijn eigen jump en met de blast cone. Maar de turret is al gevallen. En dat was eigenlijk gewoon de objective hier. Voor het team van Amcon. Maar geven misschien wat te veel nog weg dan dat ze eigenlijk misschien zouden willen. Ja, zeker. Nee, het stond natuurlijk met z'n tweeën vrij diep. Goede games. Het was in ieder geval Vision vanuit Doorns Alpha. Dirk met een goede engage. En een goede follow-up daarnaast ook vanuit Muji. Die daar inderdaad ook een goede ultimate raakte volgens mij. Dat is de eerste niet de eerste kill. Nee, de eerste death van Donny in ieder geval. Ja. En zo probeert Doorns stand te houden. In ieder geval. Ze proberen al de plays op te zetten. Moeten waarschijnlijk een beetje gaan spelen rondom die ulti van Firklift. Ja. Daarmee juist de picks opzetten. Maar dan moeten ze wel oppassen, want als ze te veel committen op 1 kill, dan riskeren ze daarna alsnog de teamfight te verliezen. Nee, zeker. En zoals we aangaven, in principe is de backline van MCOM vrij vulnerable. Zowel Victor als Varus hebben in principe niets om de Malphite op te dodgen. Wanneer er was, behalve hun flash natuurlijk. Dus als Veerder het voor elkaar krijgt, dan zouden ze de 5-5 teamfights naar mijn mening wel moeten winnen. Ja, we gaan het in ieder geval zien. Ik zie dat Donny opnieuw neigt naar de botlane. Probeert hier een lane gank op te zetten. Ik ga ervan uit dat de botlane tower de volgende objective is waar zij omheen gaan spelen. Ten opzichte van Dirk, pakt hij het slimmer aan. Hij wacht inderdaad even netjes tot de minions zijn gekilled. Het tweede bosje staat dan toevallig wel een ward aan de kant van Doorns. Dus ja, Koyori probeert de fight een beetje te beten. Stond daar niet in al te beste positie, maar Azer is de hindernis voor. Er is nog een pinkwart aan de kant van Nightmares. Ik ben benieuwd of hij hem gaat gebruiken in de bosjes. We zien dat door je niet. Inderdaad, dus hier weer verratische play. Hij ziet direct de ping, want Muji denkt, nou goed, dan gaan we maar voor de roam. Kijken of we het op kunnen zetten. Terwijl Atris wil er al in gaan, maar werd daar gecocooned en heeft nu al zijn pulverize gebruikt. Dus de play is gelijk gecanceld. Ja, teleport werd gecanceld. Ze willen er niet meer voor gaan. Dus dit is toch wel heel zonde vanuit Doorns. Veel commitment en eigenlijk niks eruit gehaald. Ondertussen is Sebastian, zoals we al verwachten, inderdaad in de toplane. Is nu ook de jungle aan het wegkapen van Dirko. Heeft hem ondertussen al 40 CS lead bovenop Veerder. Dus de vraag is, wat gaan ze aan Seps doen? Gaan ze hem opnieuw laten freeformen? Ja. Gaan ze toch proberen om te shutdownen. Als het gaat gebeuren, moet het wel ASAP gebeuren. Want hoe langer we wachten, des te moeilijker het wordt.
Nu Doan is weer op positie. Ze gaan over de play. Een mooie flash body slam op Nightmares. Hij is de target die ze willen gaan killen. En die zal waarschijnlijk ook gaan vallen. Ja, daar is hij down gaan. Ondertussen is de kill gevallen van Fury op Muji. En zal Emcon wel de druk op gaan voeren op die midlane. Het is toch wel gevaarlijk voor Doan. Ja, goed, ze hebben de play gemaakt. Ze hebben Nightmares gekillt. Maar ja, ze verliezen de midlaner. En potentieel misschien nog wat damage op de turret. Ze wel pings op de Baron gaan. Pings op de Baron inderdaad. Ik ben benieuwd wat ze eruit willen halen. Ik denk niet dat ze op 20 minuten inderdaad met z'n drieën die Baron kunnen rushen. Maar wordt in ieder geval pink wordt geplaatst, dus ze kunnen daar pressure op uitoefenen. Het is in ieder geval een wat rustigere fase van de game dan aan het begin. Ja. Het gaat om een Water Drake Sliver Flash daar. Volgens mij is dat een misklik. Ik kan er niet van uitgaan dat het intentional was. Ja, zo zit alles mee, zo zit alles tegen. Het gaat allemaal niet heel erg lekker voor Dorans. Dragon wordt ondertussen gestart door Emcon. De vraag is, gaat Dirk daar voor de steal? Ik ga er niet vanuit. Deze Drake zou free moeten zijn voor de kant van Emcon. En die wordt inderdaad gesecured. Ondertussen zien we Sevs inderdaad pressure uitoefenen. Hij loopt nu ook al 2 levels voor op Fjeder. Het is een kwestie van tijd dat deze tower gaat vallen. Ja. Op zich, kijk, de voorsprong van Emcon is er. Maar ze weten dat nog niet echt heel erg ver uit te breiden. We zijn nu ruim op 20 minuten. En nog steeds zien we dat er een oude turret levend is. En je zou eigenlijk verwachten, gezien de lead die ze hebben. Ze laten Seps al telkens op die splitpush-positie staan. Maar ze krijgen die turrets niet te pakken. Ja. Zouden ze het anders aan moeten pakken? Of zeg van, nou ja goed, ze hebben voorsprong, ze hebben geen haast? Ik zou persoonlijk wel, er was een moment dat Fjeder naar bot typeerde, maar die teleport moest cancelen. In principe heb je dan aan de kant van Emcon een window. En je weet zeker dat een Malphite niet zomaar 2 towers van jou weg gaat pushen. Ik denk dat ze daar toch iets meer mee hadden moeten doen. Natuurlijk zijn Alistar en Xayah niet de meest makkelijke champions om te killen. Nee. Ik bedoel, als ze even zijn flash zo blijft gebruiken zoals net, dan heel misschien wel. Maar hebben natuurlijk allebei een vrij goede escape en survivability met hun ultimates. Ja. Dus het is inderdaad wel pittig, inderdaad. Ja, ze willen gewoon afwachten tot Sevs blijft scalen. Zo lang mogelijk in die sidewave houden. En eigenlijk de game 1 herhalen. Ondertussen zien we Dirko zijn bodystand gebruiken. Cocoon net bij de range. Ja. Er zijn niet al te veel problemen mee. We zien gewoon de setup. Ja, ze proberen gewoon nu controle te houden. Ja. Control wards plaatsen. Wat ik eerlijk gezegd, ze hebben er nog niet echt heel erg veel. Ze hebben nog maar 2 gestaan in positie. Dus daar kunnen ze misschien nog wat meer mee doen. Hoe meer physical control Emcon nu gaat halen, hoe strakker ze de lust eigenlijk gaat trekken om de nek van Doran. Want ze kunnen gewoon vrij weinig doen op dit moment. Zeker. Nou, we zien hier wel een goede rotation van Sevs naar de botlane. Fjeder, we gaan nog even afwachten. Fjeder kiest ervoor om niet naar de botlane te gaan. Of toch wel. Hij heeft die 2. De tower botlane zou. Die is hij waarschijnlijk wel kwijt. Ja, dus dit is wel een belangrijke rotatie. Atrus vindt hier Donny. Maar Sebs, die genoeg vrijheid heeft, zal die turret redelijk gemakkelijk oppakken. Inderdaad. In ieder geval verstandige rotatie vanuit Emcon. Ja, zeker. Inderdaad. Dus of de teleport gebruiken of inderdaad dus de Jax op botlane plaatsen. Misschien lijkt op dat Sebs een flank zet op Fjeder. Gaat hij voor een trade? Dan zien we toch dat het... Sebs, die gaat er ergens voor. Nee, want Turris aan Verglift iets wat te laat misschien met zijn ulti. Maar Sebs werd er ook weer teruggegooid met Explosive Cask. Staat hij heel lang vast, maar kan even blijven tanken. Gaat het dan voor de kill op Verglift, maar wordt er weggegooid door Atrus. Flash weg van Sebs. Gaat hij hier dan wegkomen? Ik ben benieuwd, daar is dan wel de jump weg. Moet hij oppassen. De minions, hebben gelukkig de aggro. En hij kan nog een jump wegkrijgen. En daarmee gaat hij het overleven. Ja. Doans met een goede play. Daarna de flash van Atrus. Probeert al Alcoyne te pakken. Maar het is Nightmares degene die gekillt zou worden. Moet je nu met de chase. Gaat hij op Donny af. Donny probeert weg te komen. En daar is dan toch de jump terug van Sebs. Sebs pakt de kill. Dirk nu een probleem. Moet er wegflashen. Sebs jumpt over de wall en pakt nog een kill. Daar dan wel de return van Sliver. Sliver nu achter Donny aan. Ook hij zal vallen. Daarmee hebben ze mooie shutdowns te pakken. En een double kill op Sliver. En is dit dan toch de goede play die Doran graag gewild had. Ja, Sebs is toch iets te overmoedig daar in de botlane op Fjeder forklift ging. Eigenlijk het hele team van Dorans kan naar botlane toe. Maken de catch. Sebs was nog bijna ontsnapt, maar kiest er dan uiteindelijk toch voor om de turn te maken. Wat denk ik niet de beste beslissing was daar. En op die manier
krijgt Dorns toch inderdaad een shutdown, zoals je aangaf. En twee kills op Sliver. De carry eigenlijk op dit moment van het team. Ja. Ja, Sliver staat nu 6-4-1. Dus ja, hij moet dat even doen op dit moment. Ja. Maar ja, het gaat wel redelijk. Maar ja, dit is toch al... Ja, voornamelijk moeten we toewijzen op de fout van het Emcon. Ja. Doans die abuse dat wel heel goed wat dat betreft. En weet het goed uit te spelen. Zeker. Maar nog steeds... Ja, het was een 2-3, als ik het goed herinner. Mm. Dus nog niet genoeg wat dat betreft. Nee, dus zoals we aangaven, natuurlijk de 5-5-10 van Doran zou sterker moeten zijn dan die van Emcon. Ja. Dus Emcon heeft echt die spitpush en de catch comp gedraft deze game. Dus dan zien we Dirko engagen. Ja, maar er is niet echt veel support. Alleen in de naam van de Alistar. En die gaat daar niet heel veel doen. En, als dus de jungler neer is, dat betekent dat Baron een objective is die gepakt kan worden. Ja. Dus dan zien we Sebs opnieuw in de botlane de wave in pushen. Ja, ze gaan het gewoon forceren. Ze sturen gewoon Sebs op die split push. Kijken of ze met hem druk kunnen zetten op die turrets. Beide toplaners hebben teleport, dus kunnen komen als het nodig is. Atrus in de buurt. Teleport van in ieder geval Sebs wordt gechanneld. Terwijl Atrus of Sliver, die wordt daar vastgezet. Krijgt dan wel heel veel damage, maar weet met zijn ulti weg te komen. En ze kiezen om voor de Baron te gaan. Nog 1700 HP. Atrus nu naar voren. Daar een mooie ulti. En Muji gaat proberen te kijken of hij Sebs kan killen. Maar inmiddels heeft Verklift al Donnie gekillt. Daarmee is de jungler weg, maar de Baron wordt nog steeds opgepakt. Atrus probeert hier de finisher te krijgen. En dat lukt hem wel. Daar is dan weer een shutdown op de Jax. En ja, we moeten toch zeggen, zolang Fury hier ook nog eens Atrix skillt, is dit wel een hele mooie move van Emcon. De Baron erbij. Inderdaad. En 4 man down tegenover 2. Hele nette trade. Het was nog even riskant, omdat we zagen dat Donnie natuurlijk dood ging voordat de Baron gekillt was. Klopt. Maar nog steeds hebben ze hem weten te securen. In principe een hele goede ultimate daarvan. Fury voorgeeft had de 3 man die in de pit de Baron aan het attacken waren. Alle 3 genockupt. Killde daarmee gelijk Donnie. Maar het was helaas niet genoeg om de Baron voor zijn team te securen. En we zagen net dat Sebs toch op een punt zat waar hij redelijk lang de backline kon tanken. Pas aan het einde dood ging door Arthrosis. En dan pakken ze hier eigenlijk ook de Dragon. Het gaat hier om een Mountain Drake. Daar hebben ze zeker wat aan. Ja. Sebs 1v9 wordt in de chat gezegd. Inderdaad, ja, ik sluit me compleet bij je aan. Ik vind dat ze was een hele goede performance neerzet tot zover. In ieder geval dit toernooi. Laat zien dat toplane niet alleen het spelen van tanks kan zijn, maar natuurlijk ook split push. We hadden het net al over natuurlijk Morsu bijvoorbeeld in het verleden hier in de Benelux zien. Ook een speler dat liet zien. Leuke gameplay. Ja, daarmee staat het 15 tegenover 10. De gold lead is wel aanzienlijk geworden. Bijna 8000 gold in handen van Emcon. Nu moeten ze wel die Baron goed gaan benutten. Ik ben benieuwd wat voor setup ze gaan gebruiken. Ja, Sepsi heeft natuurlijk niet de Baron buff, want hij is zelf doodgaan. Maar ze zullen hem nog steeds op de split push zetten. Want ja, laten we eerlijk zijn, Baron buff heeft hij niet per se nodig. Precies. Het zou het makkelijker maken, want dan wordt de wave niet zomaar gecleared. Maar nog steeds. In ieder geval goede rotations vanuit Emcon. We waren de eerste jungle en gaan hier vervolgens voor de botlane. Hebben we net die Baron buff. Dus een kwestie van tijd tot ook de base gaat vallen. Ja, en er is niemand die Sebs tegenhoudt. Voor nu in ieder geval. Muji move naar Sebs. In principe heeft hij nog manieren om Sebs te ontwijken. Hij kan hem nog eventueel nog stunnen. En ook met de miasma zou Jax niet moeten kunnen springen op ja, Muji. Terwijl Dirko daar even een probleem was. En nu is Atrus moet gewoon zijn ulti gebruiken om daar niet neer te gaan. Terwijl Kunio nog steeds in de botlane is. Hij zal waarschijnlijk daar de turret op gaan pakken. En daarmee krijgt team van Emcon nog wat extra gold. Sebs nu weer terug in de toplane. Gaat kijken of hij die turret kan killen. Zo zie je wel dat de attack speed flow wel irritant is voor hem. Maar hij kan nog steeds doorgaan. Ja. Probeert misschien een beetje Furklift te beten. Want hij had assist van Furei. Maar het gaat niet door. Zij gaan af naar de momenteel. Ze pushen al de lanes in. Dan misten in ieder geval de toplane dan zonder Baron. Maar de bot en midwave worden met Baron ingepusht. Ik weet niet of ze de base nu kunnen kraken. Ze kiezen ervoor om voor een reset te gaan. Welke items worden gefinished? We zien dat Infinity Edge aan de kant van Konyo en de Redemption op Nightmares is afgemaakt. Dus de teamfights gaan hoogstwaarschijnlijk natuurlijk de kant van Emcon op 10.000 gold lead op 30 minuten. Deze game zou in de pocket moeten zijn. Want is er wat gaan op het podium. Dus ik vraag me af of we over 3 minuten een pauze krijgen of niet. Dat zou zomaar kunnen. Zou je goed kunnen. Nou, dat is
Voor de kijkers die net intunen, inderdaad, we hadden net een korte onderbreking van ongeveer een kwartiertje tot 20 minuten. Door een loterij hier op de reality. Ja. Ja, op het moment dat er een aankondiging wordt gedaan of er gebeurt iets op de mainstage, is dat door de gehele zaal luid te horen. En dat kan voor communicatie-issues zorgen. Dus dan zien we dat Doorns toch voor een kerstbeer te gaan in een eigen jungle. Het is toch waarschijnlijk wanhopig inderdaad. Hè? Ze moeten nu iets proberen met z'n vijven om een catch te maken. Een overtal situatie is de enige manier waarop ze nog een fight kunnen winnen. Ja. Dus de vraag is dat wie kan dealen met Zeps. We hebben waarschijnlijk toch twee man nodig om daar tegen te houden. De tower is al low. We zien inderdaad dat zowel Muji als Fjöder die kant op gaan. Ja, ze proberen gewoon de minions uit hun turret te houden. Zodat Zeps niet zomaar kan gaan voor die last hits op de turret. En ja, daar zien we dan de flash engage van Atreus. Gooit daar in ieder geval Konyo terug. En Konyo zou weer kunnen vallen, maar hij komt dan nog wel weg met zijn flash. Maar de engage is nog steeds doorgaan. De Nightmare zal als eerste gaan vallen. Terwijl Sliver probeert wat damage te doen vanaf zijn kant. Explosive Cask gooit niemand naar voren. En ondertussen Zeps, die zit natuurlijk nog steeds in de top lane. Pakt daar in ieder geval de turret. Maar moet nu wegrennen. Nou, hij wordt er zelfs omhoog gegooid door de ulti van Furglyphs. En Muji nu met de chase gaat proberen veel damage te doen. Maar de jump weg zal Zeps helpen en zal hem naar veiligheid brengen. De rest van Emcom was bezig in de botlane. Maar ook daar weten ze nog niet de turret op te vangen. Dus Doran's houdt stand, maar ze hebben het nog steeds wel heel erg moeilijk. Ja, dus de vraag is, in principe, Sebastian, die kan die top en doorpushen. Vraag is of ze ook voor de botlane inhibitor gaan. In principe spannend binnen 2 minuten. Oh, Muji, flash wordt geforceerd vanuit Zeps. Muji had zelf geen flash meer over naar de teamfight. Maar ik ga ervan uit dat Emcon nu rustig even af gaat wachten tot Baron Nashor spant. Het duurt nog 1 minuut 38. En op het moment dat ze Nashor hebben, dan zullen ze de game redelijk clean kunnen enden. Het gaat in ieder geval redelijk voorspoedig voor ze. Ik vind het nog wel knap dat Doran's hier gewoon stand houdt. Dat is gewoon nog wel een baas weer te verdedigen. Kill oppakken. En Zo zie je wel dat ze in die fights, ze hebben de crowd control om iemand vast te zetten en ook iemand te kunnen killen. Maar continu blijft Zeps gewoon in de sidewave. Hij denkt, ja goed, 4 tegen 5. Als mijn team niet finaal neergaat, dan pak ik gewoon een in-app. Ja. Dus hij heeft gewoon alle rust en alle tijd om te doen wat hij wil. Ze hebben eigenlijk geen answer kunnen vinden op de Jax van Zeps. En natuurlijk in de eerste game heeft hij hem al gepikt. We gaven toen ook al aan van als ze nog kansen maken in deze serie, zouden ze Jax moeten bannen of ze moeten echt een goed antwoord op hebben. Maar Malphite is het helaas tot nu toe nog niet echt geworden voor ze. Ja. Dus ik ben benieuwd inderdaad of Zeps dit nog überhaupt Jax gaat spelen. Als we deze performance natuurlijk zo zien, dan denk ik dat de andere teams gaan besluiten om die champ te bannen tegen hem. Wat Ekkozoede eigenlijk ook al 2 keer had gedaan natuurlijk, hè, in de series. Wat verstandig is. Ja, en Emcon speelt nu rustig uit. Ze wachten gewoon, pushen de waves uit. Baron en Riesman over 20 seconden. Ze zorgen dat ze alle vision in controle en in handen hebben rondom de Baron area. Gaat misschien zelfs voor een trap? Ja, we gaan inderdaad hiervoor een pick. Wel op. Ik heb het idee dat Dirko gaat het misschien facechecken. Gaat hij toch voor de vision eerst? Ja, maar daarmee brengt hij zich al in een slechte positie. En daar wordt hij helemaal vastgezet. Er wordt opgeblazen door Furei. En Sliver moet daar wegrennen van de ult van Furei. Maar dit is het moment, dit is de kans. Sterker nog, terwijl zij daarheen gaan, moet heel team van Doran's reageren. Want ja, daar hebben Zeps, wordt er omhoog gegooid. Gaat hij weer de Great Escape maken? Of gaat hij misschien voor een kill? Ik denk geen van beide, maar de Baron is inmiddels al neer. Oeh, alhoewel Sliver daar in problemen. Maar hij overleeft het wel. Maar goed, de Baron is gedaan. Ik denk dat Zeps hier vrede mee zal hebben. De 1-voor-1 trade en kills. Zeker. Maar wel de Baron in handen. En de ultimate van Sliver natuurlijk. Hè? Dus ja. Mocht de Von Teamfight winnen nu. En volgens mij is de cooldown niet zo heel lang van de ult. Ik denk een minuutje. Maar het lijkt op dat ze inderdaad voor de reset gaan. Ja. De Airdrake is denk ik op dit moment niet heel, heel interessant meer. Ze peffen er wel heen. Maar het zou een kwestie van tijd zijn tot deze game gefinished zou worden. Ja, dus ik kies er toch voor om de Airdrake even op te pakken. Waarom niet? Ja. Toch even wachten tot Zeps spant. Ja, ze hebben even de tijd. Wat tijd om te doden wat dat betreft. Ondertussen naar Doran's Alpha zoveel mogelijk waves uitschaffen. En kijken of ze dit stand kunnen houden. Ze hebben natuurlijk wel ondertussen. Oh, Furei wordt daar gepakt. Hij wordt daar zelfs weggegooid. Kan niet wegflashen. Hele goede knock-up daar van de Atreus. Daarmee hebben ze een shutdown. Dat is toch wel een cruciale fout hier van Furei. Was niet nodig. Donnie staat daar nog steeds. Ik weet niet helemaal wat hij van plan is. Misschien als ze met een teleport een play willen maken.
Met Sebs. Ja, dit zijn wel van dat. Dit is het moment inderdaad om nu te zeggen van nou, we gaan 4 tegen 5 en fight forcen. Je staat natuurlijk ahead, maar. Ja, maar nu ook Donnie een probleem. Ik krijg wel de escape via de Scuttle Crab en daarmee komt hij wel gewoon weg. Ik zie er heel veel pings rondom de midlane. Ja, goede rappel daar van Donnie. Donnie nog steeds aan het zoeken naar die flank. Ja, dat is wel typical voer je eigenlijk inderdaad om. Op zo'n manier dan nog gecashed te worden. Gebeurt helaas, helaas vaker. Ook in de ESL qualifiers komt het vaak voor dat hij dit soort momenten wordt gecalled. En dat killt echt tempo. Dus eigenlijk had Emcon hier de game al kunnen closen. En nu toch inderdaad een tower voor de kant van Dorrance. Misschien zelfs Tim. Ja, Dorrance die waarschijnlijk de grootste tijd van de Baron nu hiermee denijen. Ja. Pakken ook 2 turrets op. Dus krijgen wat gold terug. Maar ja, er staan nog steeds 10,5 gold achter. Ja, zeker inderdaad. Ja. Het is wel een groot verschil, denk ik. Zeker. Ik denk alsnog dat het er weinig uit gaat maken. Ze gaan weer voor de setup. Kunnen ze het dan gaan doen? Daar is Atreus. Hij wordt wel lang vastgezet. Naar een hele mooie play. Nightmares gaat er helemaal naar de frontline toe. Zal er waarschijnlijk gebeurd worden, maar met de flash is genoeg. Atreus nu in zijn eentje. Heeft ook nog channelen, maar het is niet genoeg. Daar is Sebs. Sebs die wil gaan cleanen. Wordt zelfs naar voren gegooid. Is dit dan het moment dat hij kan gaan voor de grote fight? Moet hij zal vallen. Sliver is nog in leven, maar Sebs gaat erachteraan. Terwijl zijn support, of sorry, zijn jungler neergaat van Sliver. En daar Sebs gaat hij gekild worden door Sliver. Nee, de jump erin. Daar is dan de ace. En dit shield. Betekent het einde van deze game. En dat betekent een 2-0 voor Emcon. Op een manier die ik eigenlijk niet verwacht had. Ja, Doans, ze probeerden het wel. Ze probeerden het zelf te maken. Maar helaas. Helaas, inderdaad. Geen answer op de jacks. Want ik denk dat dat eigenlijk kort beide games samenvat tot nu toe. En inderdaad, is Emcon die er goed gebruik van maakt. Sebs die het verder ook heel goed uitspeelt. En ja, zoals ik al aangeef, ik verwacht niet dat Emcon nog heel veel jacks gaat spelen in dit toernooi. Als je dit ziet, ja, de andere teams moeten het toch ook gevolgd hebben en weten eigenlijk wel genoeg, denk ik. Ja, ja. Die Jax is gewoon een te groot risico. Ze kunnen die niet zomaar door laten gaan. Dus Dorrance had waarschijnlijk iets bedacht in de tussentijd natuurlijk. We hadden wel even een break van een minuutje of 20. Ja. Maar ja, dus de manfight was het helaas niet. Ondertussen ga ik even kijken naar de brackets. Dit betekent dus dat Emcon nu in de halve finale zou gaan spelen tegen Sector 1. Ja. We gaan... Misschien kunnen we ondertussen heel even kijken bij Echo Zulu. Ik weet niet of die in-game zijn. Ik ga even kijken of ik daar mee kan spreken. Misschien is het al even kijken. Ja, ik kan het niet zo zien van de Manchester. Ze zijn niet in-game momenteel. Ze zijn niet in-game, nee. En Manchester is dat nog te zien? Even kijken hoor. Waarschijnlijk wel via OPGG inderdaad. Maar goed, dus Emcon die hier doorbreekt en doorgaat naar de halve finale dan van de upper finals, of de upper bracket. En ze moeten dan gaan opnemen tegen Sector 1. Sector 1 die toch wel favoriet is op dit moment. En terecht ook. Zeker. Dus, wat verwacht jij wat een beetje daar zal gebeuren straks? Ja, interessant. Nou is Vipo natuurlijk wel de beste toplaner, laten we reëel zijn. Beste toplaner van de Benelux. Misschien dat hij het als een uitdaging zou zien, bijvoorbeeld. Hè? Nou, oké, okay, Sebs, je hebt natuurlijk met Jax nu net twee boxjes gewonnen. Nou, laat maar zien wat je tegen mij kunt. Misschien dat hij dat Vipo op die manier opvangt. Maar ik denk, ja, ze hebben natuurlijk al tegen elkaar gespeeld. Ook aan het begin in de poolfase. En daar heeft Sector 1 vrij overduidelijk gewonnen. En dat was ook nog eens met een substitute. En toen was Luc. Shao Luxa heeft meerdere namen gehad. maar die was toen AD Carry en toen was Kitty in de jungle positie of jungle Ezreal geplaatst. Ze hebben nu natuurlijk Broeder, ook een hele ervaren jungler. En misschien ook wel een van de beste junglers van de Benelux. Ja, ik denk de lijnen van Sector 1 is gewoon te goed. Ik denk dat, ik denk dat het 2-0 gaat worden voor Sector 1 in de upper bracket. Ja, ik ben er ook wel bang voor. Maar goed, ja, we gaan wel zien hoe het loopt. We moeten natuurlijk ook wel een beetje low bracket in de gaten houden. Ja. Op een gegeven moment krijgen we natuurlijk een stadium dat... Ja, de teams die eerder al gestreden hebben, zoals Dorrance Alpha, Emcon, Echo Zulu, die kunnen elkaar weer gaan tegenkomen. Dat zal zeker wel interessant worden. Ik ben wel benieuwd of Echo Zulu in ieder geval verder is gegaan. Ik ga er wel vanuit. Wat ik verder ook nog wil weten eigenlijk, wat ik heel interessant vind, Triple Play Esports natuurlijk een beetje notorious deze land. Ze hebben natuurlijk de keuze gemaakt, daar gaan we in ieder geval vanuit met z'n allen. Ze hebben verloren van Frikandel 9, een team wat eigenlijk slechter is inderdaad. De picks die ze hebben gespeeld waren ook vrij troll. Timo Edekerry, Fiddlesticks Jungle. Dus ze hebben, lijkt erop,
intentie zou ik niet per se zeggen, maar het maakt dus niet uit of ze naar de loser bracket gingen. Het zou mooi zijn als ze nu bijvoorbeeld tegen Dorns Alpha weten te winnen. En eigenlijk uiteindelijk dus een slimme zet is geweest om dus tegen F9 te losen. Dat ja. misschien dus hun idee was. Want op die manier komen ze gelijk in de losers round 4. Dat houdt in dat ze dan tegen waarschijnlijk Echo Zulu uitkomen. En mochten ze dan ook nog eens Echo Zulu verslaan, komen ze alweer in de losers bracket final. En ja. waarmee ze dus eigenlijk al... volgens mij is dat dan de vierde plek, of de derde plek. Die is dan de derde plek. Ja, volgens mij is het dan top 4. Ja, top 4 in ieder geval bemachtigen. Ja. En dat was ook hun doelstelling. Ja. Dus het wordt spannend. Ik ga ervan uit... Ja, Dorns, zoals ik al aangaf, inderdaad, ze hadden niet echt heel veel uitdaging gehad tot deze series. Nee. In deze series zag je dat ze wel goed bezig waren in de early game met het forceren van plays. Maar dat ze toch inderdaad ja, eigenlijk een deject... Ik ben echt benieuwd wat er zou gebeuren in game 2 als ze deject hadden geband. Dus ja. Misschien dat ze nog wel iets in petto hebben. Ja, ze moeten in ieder geval zo meteen tegen het Triple Play eSports. Dus dat zou eigenlijk ook wel een hele spannende pot worden. Ja. Denk ik dan. Maar ja, die gaan we waarschijnlijk niet volgen. We gaan gewoon bij de winner bracket blijven. Ja. Dus zometeen krijgen we Sector 1 tegen MCOM. Wordt gecast door Frank en Bram als het goed is. Volgens mij wel, ja. Dus zij mogen hier zometeen van commentaar voorzien voor die match. Gaat nog even duren, want de jongens hebben natuurlijk ook wel een break. Maar dan zijn we weer terug. Dus houden jullie op de hoogte. We proberen even de laatste issues op te lossen hier. En dan krijgen we die match in ieder geval te zien. Dus tot dan. Tot zo.